De terrassen zijn dus weer geopend. Maar vanaf 5 juni is er veel meer mogelijk. Dan kan je ook gewoon weer binnen dineren. En ze zijn er helemaal klaar voor. Daar zijn we dan bij het Veen eten en drinken. Ik begin al een beetje honger te krijgen, dus we gaan even sfeer proeven. Goedendag. Hi, goedemiddag. Ik heb gereserveerd. Ja, ik heb een mooi tafeltje voor jullie gereserveerd. Super. Ga maar mee. Wat wil ik er in schenken? Ik wil graag een cappuccino en een cheesecake graag. Kijk, dat is dus het best bewaarde geheim in Roelofarensveen, dit terras. Van de voorkant zie je het niet, maar er zit gewoon een fantastisch terras achter. Ook nog eens aan het water. Oh, daar is het al. Kijk eens. Fantastisch. Heel. Restaurant Aqua, dames en heren. Dit is nou typisch een restaurant dat open ging in de coronacrisis. Dat is toch verschrikkelijk. Ga er vooral even een kijkje nemen, want wij laten zien hoe mooi het eigenlijk is. Goedemiddag. Goedemiddag. Welkom. Ik heb een reservering. Een reservering voor één persoon. Hehe. Nou, dames en heren, het is wat hoor. Heerlijk zonnetje en dan ook nog eens aan het water op het terras. Ongelooflijk. Zelfs een bootje voorbij. Je komt helemaal tot rust. Top nummer 3. De vergulde bos, dames en heren. Goedendag. Ik heb gereserveerd op Sander van Egmond. Nou, perfect. Kijk, je merkt dat het terras nu aardig begint vol te raken. Maar daar hebben ze hier bij de Vergulde Vos een oplossing voor. Als het terras vol zit, dan krijg je zo'n pionnetje mee. En dan kom je bijvoorbeeld lopend en het terras is vol. Of je komt gewoon met de boot. En dan ga je dus met je pionnetje in je boot of aan het water zitten. En dan komt het eten of drinken gewoon naar je toe. Ik heb voor jullie de kaart. Oh, nou super. Ik weet het eigenlijk al. Oh, echt lekker. Wat willen jullie? Ik wil graag de bitterballen. En ook een alcoholvrij biertje. Want ja, ik moet nog rijden. Echt heel lekker, man. We zijn weer thuis. Paal 7. Goedendag. Ik had gereserveerd. Leuk. Ah, super. Perfect. Dankjewel. Hehe, nou daar zitten we dan. Het eindstation Paal 7. Na een lange dag. 4 prachtige zaken gezien en nu bij de 4e. De Solex ingeleverd, dus eindelijk kan er ook iets gedronken worden op dit prachtige terras. Heerlijk. Oh. Heerlijk. Vind je dit nou een leuke video? Deel hem, like hem, want de horecaondernemers kunnen wel een steuntje in de rug gebruiken. Want 5 juni is er weer van alles binnen mogelijk en de terrassen waren al open. Ga dat zien, ga ervan genieten. Een lekker hapje en een lekker drankje.